Hi, ik ben Stijn van Bax Music. En vandaag ga ik iets vertellen over de Devine 12.02 FXMP. Dat is een hele mond vol, maar het gaat over een mixer. En niet zomaar een mixer. Dit is wat we eigenlijk noemen een soort van alles in één mixer. Oké, okay, we hebben allemaal van die momenten uh, dat we denken van weet je, ik heb iets nodig om, uh, om, om iets uh, mee te mixen. Nou, die vraag krijg je dagelijks. En de eerste vraag die ik altijd stel is natuurlijk van waar heb je het voor nodig? En wat moet er uh, mee gebeuren? Wat, wat, wat wil je erbij hebben? Nou, dan krijg je altijd een soort wensenpakket. Van, nou, er moet natuurlijk een microfoon aangesloten kunnen worden. Uh, misschien dat je ook nog een soort effecten aan wil sluiten. moment dat er ook een zang overheen gaat of een instrument. Er zijn erbij. Dus, ja, maar ik zou het ook wel fijn vinden als er een monitorgroep op zit. Zodat uh, een, iemand het toch nog terug kan horen. Uh, equalizer is ook wel een, natuurlijk een wensenpakket. En wat heel veel mensen ook vragen is. Om iets van een MP3 af te spelen. Nou, het mooie is. Dit kan dit dus allemaal. Um, ik ga even doornemen wat er allemaal op zit. Zodat je een beeld hebt van wat het kan. En, um, ja, en wat je er uiteindelijk allemaal mee uh, kunt doen, natuurlijk. Nou, laten we eerst even kijken naar de layout. Zoals je ziet, het ziet er degelijk uit. Uh, het is ook van echt uh, um, van de metalen plaat gemaakt. Dus het voelt ook als je optilt. Het, het heeft echt wel gewicht. Het voelt echt degelijk. En. Het is ook heel overzichtelijk ingedeeld. Nou, zoals al eigenlijk aangegeven in de code, dus 1202, heb je 12 fysieke ingangen. Nou, hoe werkt dat? We hebben dus hier 8 mono-ingangen. Dat kan zowel microfoon als jack, daar kom ik zo meteen even op terug. Plus 4 extra ingangen. Dus dat kan 1 keer stereo zijn of vier keer mono. Het is net hoe, jij het, hoe je het aansluit. Nou, daarnaast heeft het dus ook een effectmodule. Uh, daar zit ik bij. En die MP3 staat dus voor Media Player. Dus je zit ook een mediaspeler-unit in. Die dus ook op Bluetooth gaat. En met name die Bluetooth is toch echt een dingetje. Want ik krijg heel veel verzoek van ja. Ik wil niet per se met een kabeltje eigenlijk. Eigenlijk zou ik het graag met, uh, met een telefoon of een uh, laptop uh, draadloos willen kunnen verbinden. Dat kan dus al. Laten we hierboven even beginnen. Uh, zoals aangegeven hebben we hier dus de microfoon ingangen. En hier zitten dus acht microfoon ingangen, Dat zijn gebalanceerde microfoon. Het is XLR. Dus uh, standaard sowieso gebalanceerd. Dan heb je hier microfoonlijn-jack ingang gang. Als je bijvoorbeeld keyboard speelt of gitaar, bas. Eigenlijk alles met een jack-up. Maar ook een audiospeler. Als je een vloop hebt van tulp naar jack, kan dat uiteraard ook. Dan heb je dus de laagaffilter, zoals het al zegt. Deze filtert uh, de alles onder de 80 Hz weg. En dat is met name als je hum hebt, uh, dus ploppen, zit dus vaak in de laagste frequenties. Uh, of uh, als je bijvoorbeeld bepaalde uh, uh, ondertonen, die je wel eens kunt hebben in, in het lagere segment, weg wil filteren. En dat zorgt ervoor dat je een hele clean sound krijgt, dus dat is echt heel erg handig. Dan hebben we hier hebben we, uh, de gain uiteraard, dat is natuurlijk erg handig om je inputsignaal op te gainen. En dan hebben we hier uh, de overige functies. Nou, dus zoals dat eigenlijk bij de mix, meeste mixers gewend zijn, hebben we hier de ecolize, tussen drie bands equalizer, dus We hebben hoog, de mid en het laag. Dan hebben we hier de aux. De aux wordt uh, gebruikt voor uh, monitorgroep of een extra uitgang. Uh, die kun je post als pre-fader uh, gebruiken. Voor degene die niet weten wat dat is. Dat wil zeggen of je deze uh, knop, wilt, uh, nou ja, die knop de volume van dit kanaal, specifiek kanaal, wilt gebruiken uh, met of zonder de invloed van de veder. Als je een pre feder hebt, het woord zegt het al, dan uh, krijgt hij het signaal door voor de veder. Dus je kunt eigenlijk hier gewoon het signaal naar buiten sturen terwijl de veder dicht staat. Heb je een post feder dan doet hij het eigenlijk na de veder. He, dus dan, uh, dat, dan kun je deze opendraaien. Maar op het moment dat jij de schuif dicht laat, hoor je niks. Dus je moet ook echt de schuif openzetten. Wil je dan het ook uh, signaal uh, daardoor krijgen? Meestal wordt postveder gebruikt op het moment dat je effecten doorheen wil doen. Want die zijn uh, vaak op de invloed van jouw faders. Uh, wil je hem echt als monitor gebruiken, dan wordt bijna altijd de pre-fader uh, button gebruikt. Dan hebben we daaronder hebben we de effectgroep, uh, die is gekoppeld aan de effectbank ingebouwd zit. En dit is om per kanaal dus de effecten regelen. En die zijn standaard post Dat wil zeggen dat die invloed hebben op de feder. Stel dat je effect hier open uh, doet, dan zullen we iets horen. Maar op het moment dat je hem uh, de feder open zit, merk ik dat die effect ook harder gaat. En dat is iets wat eigenlijk vrij gebruikelijk is. Dan hebben we hier nog een uh, Pen uh, functie. Een pen is het stereo In het midden staat hij dus echt centraal. Dan hoor je hem letterlijk over twee speakers heen. Als je twee speakers hebt aangesloten uiteraard. En wil je stereo beeld. Stel dat dit bijvoorbeeld uh, dat je zegt nou ik wil dit kanaal wil dat hij naar links. Dan hoor je hem dus alleen aan de linker uh, speaker. Afhankelijk of de speaker op de goede manier is aangesloten uiteraard. Hoor je hoort hem aan de rechterkant van jouw speaker. Dan zit het verkeerd. Dus dan moet je even de connecties switchen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen het andere kanaal. Die wil ik dus rechts hebben. En die hoor je dan aan de rechterkant van je speaker. En zo kun je dus een, een letterlijk een stereo balans of een stereo image zoals ze zeggen, uh, maken met je mix. Heel handig, uh, waar ik veel vragen naar heb, is een private listening. En dat is met name handig als je wilt afluisteren. Wanneer doe je dat? Stel dat je hier uh, muziek hebt, uh, uh, aan het afspelen bent. En je wilt tussendoor eigenlijk ook op deze kanaal uh, afluisteren. Zodat je alvast een nummer klaar kunt zetten. Zonder dat je op de andere voorkant hoort. Terwijl het publiek hoort. Want dat is natuurlijk niet echt handig. En zeker niet heel professioneel. Dan kun je dat afluisteren. Je drukt gewoon op private listening. Uh, dit is dan het volume van jouw hoofdtelefoon die je hebt. Aangesloten en op dat moment hoor je dit kanaal. Uh, de geselecte, geselecteerde kanaal, hoor je dan over je hoofdtelefoon. En dan kun je dus precies afluisteren wat er binnen het kanaal binnenkomt. was ook een verzoek van vele mensen, dus blij dat dat er standaard op zit. En dan heb je natuurlijk hieronder uiteraard de faders. Ja, de faders, dat spreekt er voor zich. Dan maak je eigenlijk de mix. Dat dus heeft invloed op het output signaal. En die faders die gaan uh, via uh, de Master Mix wordt hij dan naar buiten gestuurd. Dus op het moment dat je de mastermix dicht hebt en je hebt hier een mix, dan gebeurt er uiteraard niks, dan zul je ook de mastermix open moeten zetten om het signaal naar buiten te krijgen. Voor de master hebben ze in dit geval gekozen voor twee faders, dus eentje voor links en eentje voor rechts. Uh, houd even rekening mee, vaak heb je één feder, in dit geval zijn het twee faders, dus je kunt echt letterlijk links en rechts apart uh, inregelen. Dat kan soms handig zijn, stel dat je balans niet helemaal correct is. Uh, dat je het gevoel hebt van uh, links klinkt je harder dan rechts. Dan kun je bijvoorbeeld uh, rechts iets harder zetten, zodat de totaalbalans ook correct is. Je kunt het ook zien aan de LED-indicatie, want je hebt een hele goede LED-indicatie. Of je links en rechts balans oké okay is. En natuurlijk ook voor je gain-instelling. He, op het moment dat je bijvoorbeeld op uh, PFL zet, zie je ook hier uitslaan. Uh, hoe hard jouw indicatie is. Dus dan kun je eigenlijk heel correct afstellen. En het meest is gebruiken dat je eigenlijk iets onder de 0DB zit. Dat je nog hier in het, uh, in, in het begin van, van het oranje blijft. En dan zit je eigenlijk mijn volume oké. Okay. Dan hebben we hier nog uh, wat aansluitingen zitten. Uh, we hebben de mono uh, signalen gehad. Dan hebben we hier de stereo uh, kanalen. Het verschil met de mono stereo kanalen is, is dat je twee ingangen op één. Uh, kanalen hebt zitten, nou zo heb je dus bijvoorbeeld links en rechts uh, op kanaal 19 en links en uh, rechts op kanaal 11 en 12. Dus je kunt een stereo apparaat, kun je dus daarop aansluiten. Um, je hebt qua equalizer iets minder mogelijkheid. Je hebt alleen hoog en je hebt het uh, laag, dus, dus een twee e equalizer. Uh, je hebt wel weer mogelijkheid om het terug te uh, laten komen op de monitor en je kunt daar ook wel weer effect overheen gooien. Uh, je hebt ook panning, maar daar heb je niet zo heel veel in dit geval. En die zou ik gewoon in het midden laten, want het midden betekent automatisch dat hij in de stereo mode staat. Uh, uiteraard kun je hem ook wel weer, weer afluisteren. En dan hebben we hier nog een switch ook weer. Dit is een pad. Uh, op het moment dat je je pad indrukt, geeft hij extra gain. Soms, uh, zeker bij audioapparatuur, komt het nog wel eens voor dat het uitgangssignaal vrij zwak is. Dan druk je die pad uh, switch in en krijg je zo'n boost. Hè? Dan komt hij iets harder uit. Dat is natuurlijk ook handig, met name omdat je ook geen gain knop op hebt zitten. Dus je bent heel erg afhankelijk van de volume van je bron. Op dit kanaal hebben we nog uh, een andere switch zitten. Dit is een lijn en een mediaswitch. Nou, uh, zoals je weet hebben we hier dus een mediaspeler op uh, aangesloten zitten. Dat is natuurlijk handig als je op een van die kanalen uh, af kunt spelen en dat doe je door de mediaswitch in te drukken. En dat betekent dat dit kanaal volledig toegewijd is aan het signaal wat uit de mediaspeler komt. Wil je dat niet, uh, dan kan je uh, natuurlijk uh, uitdrukken. Je stopt hier een signaal in en dan gebruik je het signaal wat hier binnenkomt. Dan hebben we natuurlijk hier uh, de mediaspeler waar we het net over hadden. Dit is eigenlijk wel uh, de headliner van deze mixer, want dat maakt deze uh, mixer extra krachtig. Uh, je hebt allerlei uh, mogelijkheden om je media af te spelen. Zo kun je de USB-stick in doen, je kunt een SD-kaart in doen. En hij heeft ook een ingebouwde uh, Bluetooth-ontvanger. Dus je hebt meerdere mogelijkheden om het, signaal, uh, om het audio-signaal dus hier binnen te krijgen en dus af te spelen. Uh, zijn, uh, uh, het is in ieder geval niet ook een player. Uh, je kunt er, uh, stoppen, je kunt hem uh, naar de volgende, je kunt terugspelen, je kunt hem zelfs laten loopen. Uh, dus er zitten best wel leuke mogelijkheden uh, waar je dus mee kunt spelen. En het is natuurlijk handig als je bijvoorbeeld uh, pauzemuziek wilt draaien, dat je niet een aparte laptop ernaast hoeft te zetten. Uh, soms kan het ook handig zijn als je op de USB-stick bijvoorbeeld tijdens een presentatie al uh, muziek hebt die te, uh, met de presentatie mee moet lopen. Afijn, er zijn lego uh, mogelijkheden te verzinnen waar je een, een media player uh, nodig zou uh, kunnen hebben. Dus dit is echt een hele goede toegevoegde waarde op deze mixer. Daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, nog wat andere in- en uitgangen. Zo hebben we ook nog st steeds een extra in- en uitgang. Uh, dat komt eigenlijk uit de tijd uh, dat we nog uh, tape recorders uh, hadden. Voor degenen die niet meer weten wat een uh, tape recorder waren: vroeger van die cassettebandjes. En aan de achterkant van het apparaat had je. Uh, de uitgang, dus om het af te spelen, maar je cassettebandje kon je ook altijd opnemen en dan kon je dus ook het signaal wat uh, binnenkwam van een apparaat kon je dus echt opnemen op je cassettebandje en daar uit die tijd stampt het nog een beetje. Uh, dan heb je dus een stereo-out en record-out. In dit geval zou ik een interface op aan kunnen sluiten op de record-out. Uh, dus naast de master uh, die je dus uh, naar je PA stuurt, kun je dus ook bijvoorbeeld uh, nog opnemen. Hè? Dus die mogelijkheden zijn er ook. En daarnaast, uh, stel dat je geen uh, jack mogelijkheid hebt, kun je die, uh, ook een uh, tulp ingang doen en dan komt hij dan op dit signaal terug. Dan hebben we hier de aux uh, send en de effect send. Dat zijn de twee uitgangen die uh, betrekking hebben op deze twee rode knoppen. Hè. Dus de aux send waar we het over gehad hebben en de effect send. Het is dus mogelijk om de effect ook uh, naar buiten te sturen via deze uitgang. Dan hebben we hier nog een sear out, oftewel een control room output. Dat is een Extra uitgang uh, naast de master output ja, om, om te monitoren, of misschien de, als je een, bijvoorbeeld uh, een extra set speakers nog ergens hebt staan, uh, bijvoorbeeld als je twee verschillende ruimtes hebt, uh, kun je die daar ook voor gebruiken. Het is exact dezelfde mix, alleen het volume kun je wel individueel uh, van elkaar uh, scheiden. Dan hebben we nog de cocktail uitgang uh, hier zo. En we hebben nog een food switch. En die food switch is een mute functie voor je effecten. Uh, het is natuurlijk handig als je bijvoorbeeld, uh, stel dat je aan het zingen bent of spelen met instrument en je, uh, en je wilt tussendoor. Um uh, praten dan is het natuurlijk niet handig als er een effect doorheen komt dus dan wil je een, uh, dat kunnen muten dat kan natuurlijk ook door de draaiknop uh, uh, of je master dicht te draaien maar het is nog makkelijker als je met een voetpedaal stel dat je gitaar speelt want dan heb je handen niet vrij dan kun je met je voet kun je, uh, je je effect aan en uitzetten. nou zoals aangegeven hebben we hier de effect unit uh, daar zitten verschillende type effecten, dat staat hier ook beschreven wat wat dus en uh, de manier om door die preset heen te gaan is door deze draaiknop en dan kun je echt letterlijk uh, een nummertje selecteren en aan de hand van een nummer op de lijst zie je ook wel wat voor soort effect je daarvoor uh, krijgt. Nou, voor de rest kun je die effecten uh, toewijzen. Je hebt natuurlijk de intensiteit van effect, hoe, uh, uh, bijvoorbeeld uh, een, een meer effect uh, of minder. Uh, dus wil je drogere zout of niet, dat kun je hier nog uh, als parameter op het effect kun je dus instellen. Die effect kun je ook weer terug laten komen op je monitorgroep. En uiteraard uh, is dit ook je master voor de effect op deze potmeters, op deze tweede rij, zou ik maar zeggen. Uh, dus op het moment dat je deze master dicht hebt en je zou effect aan willen sturen, hoor je dus niks. Je moet dus deze echt openzetten om het effect ook echt te kunnen horen. En dan hebben we hier nog volume voor je koptelefoon en tevens ook voor je control room. He, zoals aangegeven hebben we een aparte uitgang en daar kun je het volume van deze zo dus apart uh, beïnvloeden op die separate uitgang. En last but not least hebben we ook nog een uh, 48 volt, oftewel een phantom switch. En dit is een algemene switch. Als je die op het moment dat je hem aanzet, krijgen alle achterkanalen tegelijk allemaal uh, voorzien van phantom spanning. Dan krijg ik regelmatig de vraag: Ja, maar als ik die Phantom heb aanstaan, kan ik dan nog steeds uh, buiten een condensatormicrofoon ook nog andere microfoons op aansluiten? Ja, dat kan. Je kunt dus uh, bijvoorbeeld als je de spanning aanzet, kun je uiteraard een, uh, een Phantom-microfoon of een condensatormicrofoon uh, gebruiken. Maar daarnaast kun je ook gewoon een dynamische microfoon gewoon inplukken. Dat heeft uh, geen invloed uh, op de kwaliteit van het signaal in het algemeen. En als laatste hebben we hier aan de achterkant uh, hebben de uitgang. En de uitgang bestaat uit twee XLR-uitgangen. Dus, uh, dus dat XLR is gewoon een ronde met drie pintjes, oftewel een, een microfoon, een kabel, uh, ook wel genoemd. En dan hebben we uh, de keuze tussen XLR of uh, jack-uitgang. Dus beide kun je wel gebruiken. Niet tegelijk. Uh, ja, Technisch zou het wel kunnen, maar ik zou het niet adviseren. Ik zou wel uh, of de uh, XLR of de jack-uitgang gebruiken. En daarnaast heb je natuurlijk uiteraard nog de uh, spanningbron. Uh, dus je gaat de stekker uh, in en met de aan- en uit Wil je meer informatie met betrekking tot deze Define 1202 FXMP? Klik dan op de link hieronder en je wordt doorverwezen naar zijn productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, delen en word vooral lid van ons YouTube kanaal.